Net even buiten de oude kern van Culemborg ligt stadsboerderij Katshagen. Op een gebied van ongeveer 5 hectare groot, van oudsher het heilige land genoemd, vind je een biologische boerderij. De stichting Katshagen is verantwoordelijk voor het geheel. Kirsten, we staan hier in de winkel van de zorgboerderij. Je bent stagiair. Vanaf wanneer ben je hier stagiair binnengekomen? Eind april is mijn stage begonnen. Tot oktober. Het is een fulltime stage, dus echt 5 dagen in de week. En wat houdt dat in? Ja, dat houdt in het tuindersvak leren. Dus er komt eigenlijk alles bij kijken, ook het afwegen van kersen. Maar ik heb deze ook zelf geplukt gisteren. Dus het leven van een tuiner is heel gevarieerd. Dat vind ik ook heel leuk eraan. Dit ras was 2 weken geleden plukrijp. En dan probeer je dat eigenlijk, ook onder andere als fruitteler, probeer je steeds eigenlijk dat zo goed mogelijk op één achter elkaar laten volgen. Dus je hebt eerst je vroege raskersen, dan je midden raskersen en dan je late raskersen. Dus nu dat als van de boom afgehaald is, dan komt er weer een ander ras voor in de plaats? Ja, en dan hoop je dat mooi mooi doorstroomt. En daar hebben we dit jaar wel geluk mee, want we kunnen volgende week... En wat speelt nu daar mee? Mooi weer? Vochtig weer? Of met de kersen in dit geval dan, hè? Ja, het is wel... we hebben een ongelooflijk droog voorjaar gehad. Maar op zich, de kersenbomen die leiden er wel goed onder, voor zover ik weet. Het was in ieder geval rondom de groenten was het wel echt veel beregenen in de droge periode. We zijn heel blij met de regen die gaat vallen. Ja. Maar er komt nu ook alweer volgens mij weer heel veel warmte aan. Dus het weer is echt aan het pieken de hele tijd. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jullie niet alleen kersen hebben hier in de stadsboerderij, toch? Nee, ik kan... Want jullie hebben bijvoorbeeld groenten en... En dat zegt het al, in boerderij. Jongens zullen ook dieren hebben, neem ik aan. Ja, dat vind ik heel erg tof van deze aan Katshagen. Ja. Is dat we gewoon heel veel soorten gewassen telen hier. Ja. Ook bloemen. Buiten staat een mooie bloemenkwaan. Ja. Waar Gwana bezig is, de dochter van de tuinder. En we telen denk ik hier zo'n 40 gewassen, misschien wel 60. En dat het is heel divers. Dus we hebben een stukje kas, we hebben een stukje volle grondsteelt en dan ook nog een stukje fruit en wat kippen. En dat is ook wel een beetje hobbymatig, maar verkopen we ook in de winkel. Ja. Allemaal biologisch geteeld, ja. Ja, zeker. Het is nu op dit moment gewoon echt al het groente, fruit, aardappel. We hebben hier natuurlijk de vers brood. Maar het mooie te zien is dat met de zorg, dan maken we ook spullen in. Heelde doet met de meewerkers, zorgvragers maken ze jammetjes en ook maken ze dus dingen in, tomatensaus. En dat is wel heel erg mooi, want zo kun je ook een klein kringloopje sluiten in je bedrijf. Weet je? Sommige kersen die eigenlijk een beetje voor consumptie te rijp zijn, die zijn weer goed voor de jam. Het is een prachtig gebied waar landbouw, veeteelt en natuur hand in hand gaan. Je kunt er heerlijk rondwandelen en op het erf spelen kinderen met zand en water. Ga ook eens kijken bij de bijstal, het insectenhotel en vergeet uiteraard ook de kasteeltuin niet. Kirsten, we staan hierbij. De hopplanten. De hopplanten voor de bier. Klopt. Ja, we hebben hier best wel wat hop staan. 5 verschillende rassen. En dat is 2 jaar geleden, als ik het goed heb aangeplant, tot. Daarmee is al een eerste biertje gemaakt vorig jaar. Door Vrijstad. En zelf hou ik, ben ik een hobbybrouwer, dus ik hou zelf ook heel erg van om biertjes te brouwen. En ben nu ook aan het kijken om, want er komt een hele hoeveelheid hier vanaf. Dus we zijn aan het kijken om nog meer brouwers erbij te betrekken. En ik vind het heel leuk, sowieso ook, Katshagen is ook heel erg een voor de gemeenschap tuin. We hebben ook elke zaterdag dus de winkel. En dan hebben we ook een kraampje erbij. Dus we vinden het ook heel leuk als er andere ondernemers in Culemborg of iets daarbuiten misschien hun eigen gemaakte producten verkopen in de tuin. En misschien is het eigenlijk het volgende biertje wel één van. Dus. Ja. Het bier vuilt met de pompoenen. Mm-hmm. Courgette met een klein beetje suikermais, die staat daar aan de zijkant. Ja. We oogsten al
van de courgette, wat echt enorm vroeg is voor in dit jaar. Mm-hmm. Maar het is gewoon zo warm geweest. Dus, en dan eventjes wat regen en dan gaat een plant kan echt knallen. Ja. Nou ja, en de pompoenen moeten we nog even wachten, maar dat is er behoorlijk veel zoals je ziet. Ja, dus dan is het, dat vind ik heerlijk werk. Dat is echt gewoon lekker klak, 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 alles rapen en huppa in één keer dooroogsten. Ja, dus september, oktober, is in de geest? Ja. Voor de pompoenen? Ja, zeker. Ja, dus dat is een stuk, dit is een perceel van de volle grondsgroente. En in totaal hebben we zo'n 2 hectare volle groenteteelt. Ja, kersten, we staan nu in een van de kassen. Klopt. En ik ben eigenlijk benieuwd, en ik neem aan de kijkers ook, dat zijn opkweekbakken. Klopt. En wat zit daar nu op dit moment in? Ja, we hebben hier, ik kan even laten zien, we hebben hier de kleine baby venkelplantjes. Oh, venkel? Ja. Ik zei net bonen, nou. En wat we hier op Katshagen doen is veel eigen opkweek. Dat doen we. Dus deze bakken die gaan eerst in de warmhoutkast, worden eerst gezaaid, dan in de warmhoutkast. Mm-hmm. En als ze ontkiemen, dan gaan ze eigenlijk een beetje maar om even te wennen. Ja, nog in de kast verder groeien. En uiteindelijk wil je ze ook, als je ze buiten gaat planten, wil je ze dus ook afharden, noem je dat. Mm-hmm. En dan staan ze daar buiten. Lopen we zo meteen even naartoe. Maar niet ieder potje is succesvol, hè, zie ik al. Nee, het verschilt een beetje. Dat kan echt aan van alles liggen. Ja. Op zich is dit is op zich wel een redelijk goede opkomst van denkel. En wat is dit? Dat zijn tomaten. Oh, daar zijn tomaten, zoals hier ook tomaten. Deze heb ik nog over, dus als je nog een tomatenplantje wil, kan je eentje scoren hier. Deze heb ik zelf geplant, irrigatie aangelegd en bedruppeld. En dan uiteindelijk moet je de tomaten eens in de weken moet je ze weer verder opbinden. Dus dat doe je op deze manier. Zodat hij mooi recht naar boven gaat. Gaat hij mooi recht naar boven en dan ga je de tomaten dieven, noem je dat? Dieven? Ja, dieven. En dan pak je de okselknopjes. Daar probeert hij weer nieuwe topjes te maken. Want de tomaat zelf die wil graag een struik worden. Dus die wil echt overal de kant op. Maar ja, dat is niet echt praktisch voor ons, want we willen meer tomaten hebben. Ja. En we willen ook makkelijker plukken. Dus wij willen eigenlijk de tomaat gewoon recht mooi omhoog groeien. Dus wat, hoe breder die gaat, des te meer ruimte heb je waarschijnlijk. Precies, dus we willen gewoon dat hij de lengte in groeit. Dus dan bind je hem op en dan dief je de okselscheuten weg. Ja. Ja, die bloemen die doen het heel goed hoor. Okay. Dat is echt de bloemenkraam nu. Maar die kassen, dat is niet zo oud die kas. Nee, die kassen, we hebben een stukje kassen aangebouwd. Ah, oké. Okay. Ik zeg we, maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ja, hebben ze in het voorjaar gedaan. Ja. Dus, maar even naar die boom. Is dat een bananenplant? Of zie ik dat verkeerd? Ja, Todd vindt het heel leuk om ook aandacht te geven aan de schoonheid van de plek. Mm-hmm. Dus heb je het over bloemen, maar ook leuke andere planten. En daarom hebben we ook altijd vier. Ook wat testjes. We hebben hier druiven hangen in de kast. En daar hebben we ook een bananenplant. Dus eigenlijk meer ook een beetje voor de schoonheid. Dan moeten we even gaan lopen zometeen. Ja. En hier bijvoorbeeld, als ik het goed heb, een grapefruitboom. Oh. Dus daar wens je heel veel succes bij. Ja. Dus we houden er ook van om leuke testjes te doen. Ja, uiteraard. Ja. Oké. Okay. Tot. Jij zorgt voor de bloemen bij Katshagen? Onder andere. Onder andere? Ja. Mm-hmm. Wat doe je nog meer behalve de bloemen? Ik ben de baas. Dus ja, met Boudin samen, toch? Ja. Samen, ja. Dus we sturen alles aan, we kweken alles. We doen alles. Of besteden het uit. Ja. En hoe lang zijn jullie hier nu op de Katshagen? 12 jaar. 12 jaar? Ja. Ja. Binnenkort jubileum? 12,5. Ja, dat kan. Ja. En wat voor bloemen ben je nu aan het... Maak je daar boeketten van of zo? Of? Nou, dit zijn korenbloemen. Ja? En we weten dat mensen ze heel graag hebben. Ja? Je kunt ze bijna nergens meer krijgen. Dus, maar je kan ze ook drogen, hè? Je kan ze ook drogen en je kunt ze ook in boeketten doen. Maar mensen vinden het ook mooi om gewoon alleen korenbloemen. Dus een beetje nostalgische bloemen, hè? Ja. Korenbloem. Ja, vroeger kwam die veel voor in de akkers. En nu niet meer bijna. Nee, ja. En dit komt ook van jullie eigen grond? Alle bloemen komen van eigen land. Alles komt van eigen land. Ja. Zo ook de roos, de pioenroos, volgens mij? Alles. Ja. In principe. We kopen nooit bloemen in. We kopen wel groentes in. Ja. Brood wordt door een ander gebakken. Honing komt van anderen. Maar de bloemen doen we allemaal zelf. Ja. Maar het voedsel is allemaal biologisch? Allemaal biologisch, ja. Zeker. Mooi, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, dankjewel, Todd. Oké, alsjeblieft. Tot ziens, hè. Thank you.